Niet schrikken, ik ben het. Ja, mijn ochtendritueel is van start gegaan. Ik ga me lekker scheren. Even dat baardje eraf en het snorretje. Ja, vandaag een bijzondere dag, want het is Vaderdag. Achter mij hoor ik het gezin al bezig met van alles. Dus ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren. Wat voor cadeautje ik weer krijg. Dus ik laat me verrassen. Volg het allemaal in de vlog. Gaan we zo kijken. Goedemorgen. Goedemorgen, papa. Iedereen al fris en fruitig? Zeker. Ja. Dat ziet er super uit. En ook al gewassen en gekamd, zie ik. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nog eens even een vaderdag. Wat bedoel ik? Mama ook helemaal fris en fruitig, zoals we zien. Zo, dat is nogal een luxe ontbijt, vrienden. Ja. Dik voor elkaar zo weer. Top. Nou, wie gaat er als eerste een cadeautje geven? Lucas. Lucas, hè? Is dat voor mij, lieverd? Wat ontzettend leuk weer. Kom, loop even om. Nou, Vaderdag. Even kijken, hoor. Zo. Is het nog maar een beetje? Zo, die vind ik mooi. Heb jij die zelf gemaakt, schat? Kijk hierop. Kijk eens. Een prachtig Vaderdag cadeau. Kijk, al wel leuk. Kijk eens, en... Nou, dat ben jij met Lucas. Ja, een prachtige ketting. Mooi getekend, Luc. Nou, Frans. Ja, het is een beetje helemaal erg goed met plakband ingepakt. Maar hij doet dat leuk. Dan ben ik toch wel heel benieuwd wat hierin zit, hoor. Ik was wel heel erg verwend voor jullie, hè. Ik ben er een beetje verlegen van. Zit hier nog een plakbandje om? Ja. Een prachtig mooie foto. Leuk, hè? Oh, een... Snor. Papa is een fijne vent. Een papa zoals je papa bent. Zal een vader voor je zijn, al ben je groot of klein. Hij zal een vader voor je zijn, al ben je groot of klein. Heerlijk. Ik vind het nou wel een geslaagde Vaderdag. Oh, er is nog meer zien. Ja, Jan is nog. Ik hè? Ja. Een auto van. Alsjeblieft, papa. Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Ook zie de goedbon voor Vaderdag. Als Formule 1 2016 uitgegeven is mij, papa. Dikke kus Jan. 2017 is dat volgens mij al. 16. En die krijg ik van jou. Kijk, dat zijn de cadeaus. Ja, dat zijn de juiste cadeaus voor jou, ja. Dat was 31 augustus. 31 augustus, dan gaat die komen met Verstappen erin. Ja. Oh, ik kan al niet meer wachten. Hey, dat vind ik hartstikke gek, man. High five. Het familie cadeau. Ja. Vorig jaar hadden jullie mij goed te pakken. Met de ring van mijn vader. Kreeg ik vorig jaar, hè? De ring van mijn vader. Met de vingerafdruk van mijn vader, laat ik het zo zeggen. Maar wat is dit? Dat is iets praktisch. Praktisch? Moet ik ermee werken? Of? Nee, je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er alleen maar naar te luisteren. Ik kan er eerst een boommachine voor je kopen. Maar je hebt twee linkerhanden, dus dat werkt niet. Ja. Ik wil eerst een boommachine voor me kopen, maar ik heb twee linkerhanden. Dus wat is dit dan? Dat is een nieuwe deurbel. Een nieuwe deurbel? Ja, die deed het niet meer. Dus nou, hoef je alleen maar te... Gek cadeau. Nou, zo. Dat is toch iets praktisch? Helemaal top, jongens. Een nieuwe deurbel voor papa. Hij is heel mooi. Hij is wel heel mooi, ja. Wat voor melodietje zit er dan? Ja, dat weet ik niet. Regenboogfras bouwen, Marianne Weber? Of... Nee. Heb je even voor mij? Ja, misschien, dat weet ik niet. Ik weet niet wat. Nee, gewoon, ik weet het niet. Een deurbel. Een deurbel. Die was kapot, dus... Maar top dat jullie in de winkel liepen en dachten van... Hé, we kopen een deurbel van papa. Ja, dat is wel goed. Oh. Het is gewoon een toppie cadeau. Ja, ik ben er heel blij mee. Dat is nothing. Nou moet je hem nog aan de praat zien te krijgen. Ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht ik al, ja. Zullen we eerst even wat eten? Ja, we gaan eerst even wat eten. Als ik dit werkend heb, dan zijn we wel een paar uur verder. Nou jongens, proost. Proost. Proost.
Ik kan niet, want ik heb het andere. We gaan lang mogen vieren met z'n allen. Ja, bedankt voor jullie topcadeaus, hè? Hey, Luc? Weet ik. Oh, je hebt hem op. Nou, proost. Nek te bouwen, hè? Ja. Mijn nieuwe keyboard. Ik ben al hier. De hele ochtend bezig met allerlei melodietjes. Ik wil jullie even meenemen. Bijvoorbeeld nu gaan we even naar Spanje.